Vandaag gaan we leren teksten te lezen, hoe teksten zijn opgebouwd en wat je daarin hebt tijdens het lezen, of tijdens het maken van toetsen. Allereerst is het heel erg belangrijk om voordat je gaat lezen de tekst helemaal te bekijken. Je bekijkt daarbij de titel, de illustraties of afbeeldingen, foto's die er bij de tekst staan, die geven je namelijk informatie over het onderwerp. Je bekijkt de tussenkoppen, dat zijn de titeltjes die boven de verschillende alinea's staan. Geef je weer informatie over waar die alinea over zou gaan. Je bekijkt de opvallende, anders opgemaakte woorden of zinsdelen. Denk dan bijvoorbeeld aan getallen die in de tekst staan. Hoeveelheden, woorden die schuin gedrukt zijn, een ander kleurtje hebben gekregen. Die geven je namelijk extra informatie. Bekijk ook altijd de bron. Dat is aan de ene kant belangrijk om te weten waar de tekst vandaan komt, maar ook in hoeverre de tekst betrouwbaar is. En ook nog wat het doel van de tekst is. Door de tekst vooraf goed te lezen kun je vaak al raden waar die over zal gaan. Je hebt dus gelijk een idee wat het onderwerp van de tekst zal zijn. Een tekst bestaat uit 3 tekstdelen. Zo kennen we de inleiding, de eerste alinea van de tekst. Het middenstuk, de volgende paar alinea's, dat vormt de kern van de tekst. En het slot, eigenlijk de laatste alinea van de tekst. Elk tekstdeel heeft zijn eigen functie of doel. Hoewel een tekst bestaat uit 3 tekstdelen, bestaat de tekst vaak uit meerdere alinea's. Omdat er 3 tekstdelen zijn, inleiding, middenstuk en slot, komt het voor dat een tekst soms uit 3 alinea's bestaat. Maar vaak bestaan teksten uit meerdere alinea's. Deze tekst bijvoorbeeld bestaat uit 6 alinea's. De eerste alinea, de inleiding. Dan de tweede alinea hoort bij het middenstuk. Alinea 3, 4 en 5 horen ook nog bij het middenstuk. En dan de slotalinea, nummer 6. Je kunt alinea's herkennen aan de witregels tussen de alinea's. Bij deze tekst is dat heel duidelijk zichtbaar. Als ik de tekst weer weghaal, dan zie je heel duidelijk dat er een witregel tussen elke alinea te zien is. Je kunt een alinea ook herkennen aan het inspringen van de tekst. De tekst begint dan niet helemaal links bij de kantlijn, zoals alle andere regels beginnen, maar springt een beetje in. De tekstschrijver doet dat door bijvoorbeeld het knopje tab te gebruiken op het toetsenbord. Een alinea kun je ook herkennen door het afbreken van een zin voor het einde van een regel. De zin stopt dan, maar de volgende zin gaat niet verder op dezelfde regel, maar begint op een volgende regel. Ook dan begint er een nieuwe alinea. Of de manier waarop de tekst gedrukt is. Bijvoorbeeld de dikke letters van de inleiding vallen heel erg op dat de inleiding een aparte alinea is. Een tekstdeel, zoals inleiding, middenstuk of slot, kan uit meerdere alinea's bestaan. De inleiding bestaat heel vaak uit slechts 1 alinea. Ik zeg hierbij vaak, omdat het ook wel eens kan voorkomen dat een schrijver meerdere alinea's ervoor nodig heeft. Alleen is dat niet zo vaak het geval. Het middenstuk bestaat vaker uit meerdere alinea's. In dit geval bestaat het middenstuk uit 4 alinea's. En het slot bestaat wederom vaak uit slechts 1 alinea. Maar ook dit is niet altijd het geval. Ook hier kan de schrijver soms meerdere alinea's nodig hebben. Er wordt soms gevraagd op een toets naar het aantal alinea's van het middenstuk. Omdat de inleiding en het slot heel vaak slechts 1 alinea hebben, kun je de volgende formule gebruiken. Alle alinea's, min 2, die van de inleiding en van het slot, dat is het middenstuk, ofwel het aantal alinea's van het middenstuk. Let op, dit is niet altijd zo, dus stel ze altijd voor de zekerheid even na en bekijk goed welke alinea bij welk tekstdeel hoort. Elk tekstdeel heeft zijn eigen functie. Zo de inleiding, eerste alinea van de tekst. Tekstdeel inleiding heeft als doel de lezer kennis te laten maken met het onderwerp. In veel leestoetsen is een van de eerste vragen, wat is het onderwerp van een tekst? Omdat je in de inleiding kennis maakt met het onderwerp, kun je het antwoord op die vraag in dit tekstdeel vinden. Als het goed is, had je al een idee wat het onderwerp was, omdat je de tekst vooraf goed bekeken hebt. En op deze manier kun je controleren of je op het juiste pad zit. Dus vragen zoals, wat is het onderwerp van deze tekst? Of waarover gaat deze tekst? Het antwoord vind je in de inleiding. Het volgende tekstdeel, middenstuk,
is ook heel bijzonder. Ook daar staat hele specifieke informatie. Het tekstdeel middenstuk heeft als doel de lezer alle belangrijke informatie te geven over het onderwerp. Het middenstuk legt de schrijver verbanden zoals oorzaak-gevolg, geeft tegenstellingen of vergelijkingen. Ook geeft de schrijver voorbeelden om het onderwerp of de informatie duidelijker te maken. In tegenstelling tot de inleiding geeft het middenstuk veel meer en veel uitgebreidere informatie over het onderwerp. De inleiding kun je een beetje vergelijken met de trailer van een film. Je maakt alvast een beetje kennis met de hoogtepunten, met het onderwerp van de film. Maar om te begrijpen waar de film over gaat, of er echt iets over te kunnen zeggen, heb je het middenstuk nodig. Ofwel moet je de hele film zien. Veel vragen in de toets gaan over verbanden en voorbeelden. De docent wil namelijk graag weten of jij in staat bent verbanden te herkennen, te begrijpen. Omdat de meeste informatie, voorbeelden en verbanden in het middenstuk staan, is de kans groot dat je hier je antwoord kunt vinden op die vragen. Het slot. De laatste alinea. Het tekstdeel slot heeft als doel de tekst af te sluiten. Vaak wordt hierin de belangrijkste informatie nog een keer herhaald. Ook wordt er geregeld voor gekozen om de mening van de schrijver te geven of wordt er een conclusie getrokken. In veel leestoetsen wordt er gevraagd naar de mening van de schrijver, de conclusie of de belangrijkste informatie. Deze kun je dan vaak in het slot van de tekst vinden. Wat en waar? De inleiding. Buiten het onderwerp kun je in de inleiding ook vaak de hoofdgedachte van de tekst vinden. De hoofdgedachte van de tekst is wat de schrijver zegt over het onderwerp. Heel vaak helpt het slot je erbij om de hoofdgedachte scherp te krijgen. Let op, als je de hoofdgedachte formuleert of opschrijft, zorg ervoor dat je het onderwerp daarin benoemt. In het middenstuk kun je antwoorden vinden over verbanden, voorbeelden en omschrijvingen, data en meningen. Krijg je dus tekstvragen over die verbanden of voorbeelden, kijk dan vooral in het middenstuk. En in het slot vind je vaak de belangrijkste informatie nog een keer herhaald. Of de mening of visie van de schrijver. Wat heb je geleerd? Voor je een tekst gaat lezen, moet je de tekst bekijken. Een tekst bestaat uit 3 delen. Inleiding, middenstuk, slot. Een tekstdeel, zoals het middenstuk, kan uit meerdere alinea's bestaan. Elk tekstdeel heeft zijn eigen functie. En als je weet waaruit een tekst bestaat, en waar je bepaalde informatie kunt vinden, kun je makkelijker naar antwoorden zoeken in de tekst. Succes!